zijn iets meer mannen dan vrouwen, maar gelukkig zien de vrouwen er wel steeds beter uit. Hè, want ik vind dat hoofdstuk echt ongelooflijk goed. Ik ben er heel jaloers op. Het valt op en het is gewoon wat het moet zijn. Het is feest vandaag. Het is feest, want 5 jaar, dat is een lustrum. En dan ontvangen wij u zeer graag op het stadhuis. En niet zomaar, want wij zijn een stad met heel veel nationaliteit, 170, een heel grote diversiteit. En dat is goed, dat is een feit, maar dat is niet altijd evident. En als we een beetje zien naar de laatste weken in het nieuws, het was niet evident. Enerzijds, jonge meisjes worden nagefloten, maar niet plezant nagefloten, maar gewoon eigenlijk geïntimideerd. Homo's worden, krijgen wat meppen in hun gezicht. En dat is gewoon niet goed. Er was net een journalist die mij vroeg, kan dat in Antwerpen ook gebeuren? Ik denk dat dat overal kan gebeuren. Ik denk alleen dat je maar één ding kan doen, en dat proberen wij in deze stad al heel lang, te zorgen dat je preventief werkt. Investeert in mensen, investeert in samenhang tussen mensen. Want er is maar één ding dat ons allemaal bindt, en dat is Antwerpen. En of dat je nu zwart, geel, groen of bruin bent, homo, hobby, dat is hetzelfde niet, dat is een stuk veranderd. Ik vind het altijd verschrikkelijk, transgender, wat een woorden. Dat maakt eigenlijk geen knijt uit. Wat belangrijk is, dat er in deze stad gewoon een plaats moet zijn voor iedereen. En dat er respect moet zijn voor iedereen. En ik denk, dat kan je alleen maar omwerken, iedere dag. En hoe moet je dat doen? Door gewoon een aantal dingen te durven benoemen. Ik ben nog niet zo lang OCMW-voorzitter en dan moet je vooral in het begin wat gaan kijken. En ik dacht van inburgering, dat wil ik zien. Als schepen van diversiteit is dat belangrijk om daar te zien. En ik ging naar een cursus en er werden kaartjes uitgedeeld. En op een van die kaartjes stond van kijk, je ziet op straat 2 mannen elkaar kussen, stoort u dat? En dat was in een klein groepje met allemaal mensen die hier nog niet lang in Antwerpen waren. Van verschillende godsdiensten, verschillende nationaliteiten. En ik zat in dat groepje en dat was een zeer interessante discussie. Omdat mensen eigenlijk heel open zeiden van ja, ik ben dat niet gewoon. Hoe moeten daarop reageren? Is dat normaal? En dat is niet erg dat mensen die vragen stellen. Het is veel beter dat die vragen gesteld worden. Het is veel beter dat er over gepraat wordt. Want zo alleen kunnen mensen begrip krijgen en zich inleven in andere mensen. Dus daar begint het mee. Het begint bij de cursussen inburgering. Het begint op school om te laten zien dat eigenlijk er allemaal niet zoveel verschil is. Maar spijtig genoeg, er is nog wel wat verschil. Een vriendin van mij is... vriendin is zwanger. En die hebben een samenlevingscontract, alles in orde. En ineens, die zegt van... Ja, ik vind het belangrijk dat het kind mijn naam krijgt. Zeer legitiem. En wat moet die doen? Die moet een adoptiecursus volgen. Dan worden even toch wel achteruit tegen de muur geplakt, want dan ineens blijkt dat je toch wel anders bent. Dat is gewoon niet goed. Ik denk dat we nog altijd een weg hebben af te leggen. Ik denk ook dat het heel belangrijk is wat jullie doen, hier heel deze week, volgend jaar met de World Art Games. Dat is zo belangrijk om iedere keer erop te drukken, want verworvenheden zijn er nooit. Je moet die altijd terug bevestigen. En daarmee ben ik heel... Allez, ik heb echt wel de zin om een zaterdag om te zien wat een effect dat geeft in onze stad. Want er zijn geen zekerheden. Als ik sommige mensen nog hoor over euthanasie terug, als ik mensen hoor over abortus, over andere ethische kwesties, het is aan ons om heel de tijd keer op keer terug te zeggen van ja, dat moet kunnen. Als wij een democratie zijn, als wij in een stad als Antwerpen leven, waar dat niet altijd gemakkelijk is, er zijn problemen, we zullen die niet onder de mat vegen, maar je moet, en ik denk dat iedere burger die plicht, dat is een beetje een fout woord, maar dat wij gewoon iedereen die het voelt, je moet opkomen voor eigenlijk het recht om in een stad te zijn. Je moet opkomen voor het recht om te zijn wie dat je bent, op de manier dat je dat wilt. En er is maar één ding dat die slogan, de stad is van iedereen, dan belangrijk is om dat te doen.
gewoon met respect voor andere mensen. En eigenlijk, ik had een hele, hele grote speech voorbereid, maar ik heb er niet veel. Dus als ik niet iedereen heb bedankt en zo, dan ligt dat aan mij. Maar ongelooflijk dat jullie dat doen. Ik wil er nog één ding aan zeggen, want ik heb het toch wel snel gelezen. Dat is dat het feit dat feest hier is, dat is fantastisch. Maar het feit ook wat eronder ligt, het sociale, het zorgen dat er dat eigenlijk rechten, dat gelijkheid volledig gelijk is, dat is niet te onderschatten, want anders kan democratie een heel dun laagje verlies zijn. En ik denk dat we vooral in de diepte moeten werken. Dus dank u om hier Antwerpen op stelte te zetten deze week. Geef er een lap op. En ik hoop dat mevrouw met haar hoofddeksel degene is die dan het minst uitgedost is in de zaal. Dank u.